Het programma Van Gogh op Gevoel is speciaal gemaakt voor blinden en slechtzienden, samen met hun ziende familieleden of vrienden. En ze gaan een reis maken door het museum met een uitgebreide rondleiding en daarna een aanraaksessie met voelbare schilderijen in het atelier. Nou, ik ben Robert Eldering. Ik heb een hele eenvoudige oogaandoening. Mijn hoorspieren zijn stuk. Alleen ik heb een immuunstoornis waardoor dat niet goed gerepareerd kan worden. Hoe meer details ik wil zien, zal ik dichterbij moeten komen. En ik wil overal graag gaan zitten. De kunst van Vincent van Gogh is natuurlijk heel confronterend als je het gelijk ziet qua kleur en hele aansprekende voorstellingen. En dat is natuurlijk voor mensen met een visuele beperking veel minder te beleven. Maar we denken wel dat met aanpassingen ze toch dat hele bijzondere verhaal en de kunst en zijn ideeën daarachter kunnen meekrijgen. En een van zijn meest kenmerkende dingen in zijn kunst is zijn hele dikke verftoets. En dankzij die aanraakbare schilderijen kunnen mensen die nu voor het eerst voelen. Ik heb het echt als bijzonder ervaren hoor. Gewoon hetgeen wat je over de schilderij vertelt. Ik heb de beelden van vroeger nog die ik dan ook inkleur. Hè. Dat vind ik dus waardevol. En ik vond dat 3D hier, die maquette, vond ik heel erg leuk. Ik ben eigenlijk niet zo van Gogh fan, eerlijk gezegd. Maar nu met meer. Ja, het is toch wel mooi en als je het verhaal hoort en zijn geschiedenis kent, dan ga je er toch anders tegen aankijken. Je krijgt een uitleg die je anders niet krijgt. Want het schilderij werd echt beschreven wat er te zien was op het schilderij. Dus dat krijg ik ook te horen en ik kan meekijken. Ik ben hier ook al wel eerder geweest in het Van Gogh Museum. Maar dan was het meer dat de rest van de familie zeg maar, het beleeft. En ja, dan hang je er een beetje bij. Nu had ik wel zoiets van, oké, nu kan ik ook meedoen. En dat is wel leuk voor dat je op deze manier ook gewoon het museum meer beleeft. Ik mocht er bijna aan zitten. Ja, hier mocht het wel, maar in het museum.